De afgelopen weken waren weer vrij rommelig, op zijn zachtst gezegd. Met name ook over de aanstelling van de trainer was er nogal wat te doen. Verbeek zei af, Maaskant zei af, hoe heb jij dat ervaren? Ja, uh, Verbeek was in mijn ogen al snij, vrij snel duidelijk dat hij, dat hij het niet zou worden. Uh, maar Maaskant heeft, uh, heeft zijn auto niet kunnen verkopen en zijn bankstal niet kunnen verkopen. En is hier niet naar NAC toegekomen. Uh, dus ja, dat verbaasde mij niet. Dat is vrij cynisch hè, wat je nou over Maaskant zegt, kan je dat eens uitleggen? Nou, uh, ik wou het niet, maar uh, ik zal het proberen. Als jij uh, een, een nak gehad hebt, en dat heeft hij, uh, ook uh, door zijn familie, dan, uh, dan roep je de, de laatste twee weken roep je dat je heel graag naar Nak wil, uh, wil komen. Uh, je moet alleen de bankstel dan verkopen en, uh, en dan, dan, zou die hier, dan zou die hier komen. Uh, nou, die verhalen hebben wij ook gehoord. Hij wist hoe de club ervoor voor stond. Hij wist ook dat hij eventueel een laag salaris zou krijgen. Hij wist ook wat voor groep we hadden. Ja, als je dan te horen krijgt dat het niet, niet gevallen is op, op, op jou door, door bepaalde dingen. Ja, dan vind, vind ik het raar dat je dan in één keer weer moet reageren in, in, de, in de krant. en na en ik ook, en ook nog een stukje verder in het moeras moet, moet drukken. Dat had ik van hem niet verwacht.